De Stichting Afwatering Agrarische Velden vraagt aandacht van de Nationale Assemblée omdat de landbouwers in het Wayambo-gebied in het district Saramaka aan het verzuipen zijn. Volgens de voorzitter van de stichting, Gilbert Nott, is het probleem ontstaan nadat Staatsolie zich vestigde aan de Gangrampandeeweg waar zij bruggen hebben verwijderd. Doordat ze die bruggen hebben weggehaald, dan moet je nagaan, een brug is, ik weet het niet precies, maar iets van 15 tot 20 meter breed. En dan is de lozing vanuit de swamp, het water, die kan heel makkelijk dan naar onder de bruggen door. Naar de Saramaka rivier. Nou, die bruggen zijn zeg maar weggehaald en daar hebben ze zo goed als geen vervanging voor. Ze hebben wel kokers geplaatst, maar je moet nagaan als u een kleine koker praat en het was zeg maar 20 meter breed en u zet nu een 1 meter rond koker, dan schiet dat niet op. Als je verder gaat, dus dat is probleem, een groot probleem. Als je verder gaat en ze breiden uit achter, en achter werpen ze zeg maar een dam op. Een dam op die parallel loopt met de weg. Als ze dat bewust doen of niet bewust doen, dat moet ik in het midden laten. In de petitie biedt de stichting als oplossingsmodel dat het gebied in kaart wordt gebracht, als ook het aanleggen van een bergingscapaciteit en dijk vanuit Pomona richting het westen van de Saramaka rivier. Nott geeft aan dat hij aandacht vraagt voor een probleem dat door Staatsolie is veroorzaakt. Staatsolie wil niet met ons praten, zo niet in zee. Wat is er vervolgens gaande? Je moet nagaan dat een heleboel gezinnen hier wonen. En een aantal mensen die heeft zijn laatste geld gezet om een rechtszaak te beginnen. Omdat, ja, je kan niet blijven afwachten en Staatsolie maakt je dood en je kan niets doen. En Staatsolie gooit het op het feit dat er mensen zijn die een zaak hebben gericht tegen hun. Waardoor ze niet met niemand willen praten. En dat vind ik zo onterecht. Want wat moet je anders? Je moet toch wat? De stichting is positief ingesteld nadat de petitie is ingediend bij de Nationale Assemblée. En gaat ervan uit dat er een oplossing zal worden gerealiseerd.